En we will see what's going to happen. Dames en heren, tweede passage. En ik denk dat hij na de tweede passage leeg zal zijn. We kijken even naar de Nederlandse vondsten. Maar als je zo'n gat dichttrekt, dan kan je dus eigenlijk bereiken dat je iets verder uit elkaar gaat. Voor de landing is het essentieel dat de voeten goed bij elkaar worden geknepen. En dat de knieën, de enkels goed tegen elkaar aan. En dan daarmee kan je een goede pararol maken. Als je de voeten uit elkaar doet, ben je veel minder sterk. Hoe hard is dan die klap? Nou, dat is ongeveer de 9e tree van uw trap thuis. Dus als u vanmiddag thuis komt, loop eens naar boven de trap op. Tel tot de 9e tree, draai je om. En als u dan naar beneden springt, dan weet u hoe hard de klap ongeveer is. Nu is dat niet helemaal eerlijk, omdat ik al net al zei, er is een soort van drift. Links, rechts, voorwaarts, achterwaarts. Dus je springt niet recht naar beneden als je aan zo'n chute zit. En dat kunt u ook zien. De parachutisten die nu naar beneden komen, verplaatsen ook enigszins zijwaarts. I just told that the impact is comparable to a jump of the 9th step of your stairs at home. So if you come home tomorrow, please walk up to your steps, to the stairs, go to the 9th step, turn around and jump. If you wish, obviously. For all the veterans among us, I have the strong request not to do this. It's not necessary because you will know what it's like. So. I won't have this on my shoulders. It's the 9th step. It's not completely honest because you will see once the pairs are going down, there's a slight side drift. So there's not only a movement downward, it's also a sideward, and this helps in doing a good